Dag Jelle, dag Maurits Hendricks. Mocht je nog in de zaal zitten, dag sponsors en potentiële sponsors van Upward. Dit is Roland Garros. Hier komen de beste tennissers van de wereld 2 weken bij elkaar in Boulogne-Billancourt, nabij het Bois de Boulogne in Parijs. Maar hier zijn ook zo'n 250 journalisten vanuit de hele wereld. Vanuit Zuid-Afrika, vanuit Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Azië en natuurlijk ook Australië. En die media, samen met de 300 tennissers in totaal, waarbij natuurlijk de toppers de aandacht trekken, zoals Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Sharapova, Serena Williams. Die media met die spelers maken uiteindelijk dit evenement. En de ATP en de WTA, zeg maar de spelersvakbonden, die orchestreren eigenlijk al dat contact tussen de media en de spelers. Die regelen alles op zo'n toernooi. Je kan niet zomaar even naar een speler toestappen, dat kan niet. Dat wordt allemaal geregeld. En de spelers en speelsters, en zeker de toppers, hebben allemaal mediatraining ondergaan. Vanuit die ATP en vanuit de WTA. En weten als geen ander hoe ze hun sport moeten verkopen. Dat is dus de samenwerking tussen media en spelers. Maar hoe zit het nou bij uw bedrijf? Wat als er een crisis is? Of wat als er een situatie is die u moet vertellen aan de media? Als er opeens een cameraploeg van de NOS bij u voor uw kantoor staat of u wil interviewen. Of u overvalt op straat of bij uw huis staat. Of als uw medewerkers iets moeten vertellen over iets dat is gebeurd binnen uw bedrijf. Of de regionale media. Hoe staat u dan voor de camera? Hoe bent u voor de microfoon? Wat is uw verhaal? Hoe kunt u vragen ontwijken? Hoe kunt u vragen heel duidelijk beantwoorden? Hoe kunt u authentiek blijven voor de camera? Hoe kunt u zichzelf zijn? Hoe kunt u formuleren? Hoe moet u gekleed zijn? Allemaal vragen waar we in een mediatraining antwoord op gaan vinden. Ik bied aan Upward als hoofdprijs van deze sponsordag voor het bedrijf en de ploeg die het toernooi hebben gewonnen. Voor alle deelnemers uit die ploeg die hebben gehockeyd vandaag. Een mediatraining van een dag. Samen met Maurice, de cameraman, gaan wij antwoorden vinden op al die vragen die ik zo even heb gesteld. Gaan wij u trainen hoe het is om een camera, of hoe het is om een interview te geven voor de camera. Hoe het is om vragen te beantwoorden van journalisten. Ik ga u de kneepjes van het vak bijbrengen. Dat doe ik graag op deze mediatraining. Ik bied deze prijs ook heel graag aan, omdat mijn 2 dochters, Evian en May, ook met heel veel plezier hockeyen bij Upward. En Upward een fantastische club is. Vandaar dat ik dit heel graag aanbied aan Upward en aan het bedrijf dat dus heeft gewonnen. Salut! Bonsoir de Paris.